Maar wat de hel is dit? Waar zijn we toch dan? Job? Wat is dit? Is dit de hel? De hel, bro, verstapt in ons bed en we worden hier wakker? Is dit een soort van zieke prank of zo? Wat gebeurt er? Dit is eng. Ik wil weg, Job, ik wil weg. Oké, luister, we moeten oh my god, waarom staat hier weer een sign waar 13 op geschreven staat? Ik weet het niet, Job, oké? Het is zo eng hier. Volg het pad. Wat? Welk pad? Waar heb je het over? Je zegt volg het pad, welk pad moet ik volgen? Waar heb je het over, Job? Je zegt net tegen mij volg het pad, over welk fucking pad heb je het? Ik heb helemaal niks gezegd. Huh? Wat zeg je wel? Waar heb je het over? Je zegt tegen mij net volg het pad op een hele bedreigende manier, alsof je boos bent of iets of iemand. Wat is er aan de hand met je? Volg het pad. Hoe bedoel je? Welk pad? Je zei het zojuist weer. Job, je maakt me echt bang voor helemaal niks. Kijk, ik maak jou heen. Bang, jij maakt mij bang. We worden wakker in een fucking soort van hel waar ik overal vuur en lava zie. En vervolgens zeg jij tegen mij op een bedreigende manier volg het pad. Wat is je fucking probleem? Ik kan zweren op alles dat ik niks heb gezegd. Maar je zegt pad? Ja, inderdaad. Bedoel je niet gewoon pad? Het vuurtje? Ik zie hier inderdaad vuur, nu je het over hebt. Maar wacht even. Ik wil eerst even weten voordat we überhaupt iets of iets gaan volgen. Waarom zeg je tegen mij net volg het pad en vergeet je binnen een seconde weer dat je het hebt gezegd? Heb niks gezegd, Job. Weet je, laten we deze discussie maar afsluiten. We worden wakker in een soort van fucking hell. Niks is voor mij op dit moment waar. Maar waarom staan hier overal 13? Volg het pad! Dogan. Ik weet echt niet. Ach, weet je, laat maar. Ik ga hier niet eens over in. Je hebt net weer gezegd volg het pad. Laten we inderdaad maar gewoon het pad van vuur... Waarom staat er overal 13? Bro, niks verbaast mij weer nadat er een fucking seriemoordenaar met een masker in ons kamp achter ons aan zat. Laten we gewoon dit fucking pad volgen omdat je me net al 3 keer hebt gezegd terwijl je het zelf weer vergeet. En dan zien we wel waar we uitkomen, oké? Weet je, ik heb echt geen idee waar het over hebt, maar weet je, laten we... Oh my god. Oh, shit, man! Blijf bij elkaar, oh my god, man. Luister, het is voor mij ook ongelooflijk mistig. Ik weet totaal niet waar ik naartoe loop en ik weet ook totaal niet wat ik moet doen, maar dit ziet er niet veilig uit. Is houten? Is een bord? Of weer met 13? Wacht, weer 13. Het enige wat ik weet van 13 is dat het een ongeluksgetal is. Maar waarom komen we het de afgelopen tijd zo ongelooflijk vaak tegen nadat we achterna zijn gezeten door die guy? Ik weet niet eens waarom we hier zijn. Laat staan het bordje. Weet je, laten we hier niet te lang over nadenken. Als we het pad moeten volgen zoals je me 3 keer hebt verteld en zelf weer bent vergeten, dan moeten we waarschijnlijk naar boven toe. Roma, wacht even op mij, maar ik ben hier niet zo goed in. Oh my god, wat is dit voor zand? Het lijkt alsof dit zand mij afremt terwijl ik wil gaan rennen. Oké, ik kom eraan, man. Wow! Wat is dat, een huisje? Het lijkt erop. Oké, luister. Ik ga daar sowieso niet in, maar ik wil best wel de wacht houden. De wacht houden? Ben je gestoord? Ga ik nou serieus alleen in een huisje op een plek wat fucking op de hel lijkt? Ben je gek in je hoofd? Ik ga daar niet in, vriend. Maar het lijkt me wel handig dat iemand erin gaat om erachter te komen wat dit allemaal is, man. Oké, weet je, prima. Ik ga er wel in. Maar zorg er in ieder geval voor dat als ik je schreeuw of roep dat je naar me toe komt. Want ik vertrouw het hier totaal niet, oké? Oké, dat beloof ik, oké? Oké, ga een paar... Oké, dan weet je, blijf gewoon echt letterlijk voor deze deur staan. Kijk naar links, rechts en naar voren. Als er iets aan de hand is, roep me en ik kom terug, oké? Weet je zeker dat je het nu wil doen? Of wil je niet even wachten? Nee, ik ga wel. Ik hoop alleen dat er een knop van binnen zit waardoor ik deze ijzeren deur weer kan openmaken. Want ik heb niets anders dan een zwaard en wat eten bij me. Hier, neem de helft van mijn voorraad voor als je honger krijgt. Weet je, ik heb het niet nodig. Pak jij maar, man. Jij gaat het enge dingen doen. Weet je, ik wil niet... Prima, oké. Succes, man. Succes. Oké, Tolkan, luister. Ik ben nu binnen, maar het is vooral heel erg belangrijk... Hé, er is hier geen button meer. Ik kan niet meer naar buiten. Tolkan! Job, zit je vast? Ja? Wat is er aan het einde van de kamer dan? Is er niet iets? Een aanwijzing. Ik zie in ieder geval dat ik hier weer naar binnen kan, maar oké, blijf daar, ja? Ja. Weet je zeker dat ik dit moet doen, Tolkan, in mijn eentje? Het moet! Oké, ik ga het doen, let's go. Oh my god. Fuck, wat was dat? Ik heb nog nooit zo'n nare droom gehad. Ik kwam in een huisje terecht en ik was met... Tolkan, daar ben je! Job, oh my god, Job. Luister, Tolkan, ik sliep, ik droomde en dat reek zo ongelooflijk realistisch. Jij was erbij, ik was erin, we waren samen in de hel, we kwamen een huisje tegen. Je zei tegen mij dat ik erin moest en ik... Wacht, wat? Heb jij dat ook gedroomd? Hoe bedoel je, heb jij dat dan ook gedroomd? Ja, maar wacht, dus jij was er ook in. Job? Oh, wow. Job, hallo? Wat gebeurde er, Job? Ik heb zoveel pijn van mijn borst. Wacht. Kom hier, wat gebeurde er? Ik kreeg een visioen. Ik zag hem. Het was zo ongelooflijk realistisch. Ik zag hem, de guy die achter ons aan zat met zijn zwaard en bel. Ik zag hem. Je ogen werden opeens wit. Ik zag letterlijk niks meer. Ik heb wat frisse lucht nodig. Wacht.
Het regent, kijk het. Oh my god. Oké, luister, ik weet niet wat de fuck er gaande is. Ik weet niet wat de fuck er achter ons aan zit. Ik weet niet waarom wij naar dit kamp zijn gegaan nadat onze examens zijn geslaagd. Maar dit was het domste idee ooit. Shit man, klaar. Het is gewoon voorbij man, klaar. Het is niet voorbij. Ik heb het nog nooit gehad dat er één droom was waar gewoon dezelfde... Nee man, klaar. Oh my lord, dus jij hebt ook gedroomd... Luister, wacht. Als jij hetzelfde hebt gedroomd als mij... Waarom liet je mij dan alleen dat fucking huisje ingaan? Waarom wachtte je niet even tot jij samen met mij kon gaan? Door jou zag ik hem staan, ik keek in zijn ogen... Ik kreeg een pijn, een steek in mijn borst alsof hij me doodmaakte. Joep, ik weet niet waarom, ik herinner het echt niet meer. Ah, we moeten echt wat frisse lucht. Wat is dat vuur? Wacht, vuur. Is het niet hetzelfde? Nee, is dit een droom? Wacht, sla mij eens. Nee, dit is een droom. Het is geen droom. Nee, stop met slaan, oké, genoeg. Is het vuur echt? Ik bedoel, ja, het vuur is echt. Ik herhaal, het vuur is echt, maar wacht. In onze nachtmerrie moesten we het spoor van vuur volgen om erachter te komen waar we moesten zijn. En in dat geval was het huisje van waarschijnlijk de moordenaar die achter ons aan... Wacht, de moordenaar? Hij is hier waarschijnlijk nog ergens. Dat was toch een droom? Dit kan toch niet echt zijn? Oké, wacht. De droom die we net hadden leek zo realistisch. Misschien zitten we nu weer in een droom. Je weet het niet. Oké, klopt. Maar moeten we dan gewoon weer doen alsof dit een droom is? Maar daarnet wisten we niet eens dat het een droom was. Dit is gewoon echt, man. Dit is gewoon real. Het enige wat we kunnen doen is op dit moment het fucking vuur volgen. Ook lijkt het me minst... minst verantwoordelijk om te doen, want in horrorfilms doen mensen dit ook altijd voordat ze doodgaan. But we're just gonna do this, man. Let's go. Niet zeker? Oké, wacht. Heb jij een wapen? Ik heb niks, man. Oké, wacht. Voordat we dit gaan doen... ik hoop dat mijn zwaard hiertoe in staat is, want anders hebben we een groot probleem. Maar ik ga iets voor je creëren waarmee je jezelf in ieder geval kunt verdedigen. Wilt die motherfucker weer naar ons toe komen? Oké, dat is chill, man. Thanks, man. Heb je... je doet het ook met je zwaard, maar ik denk niet dat het echt snel werkt, man. Nee, maar ik doe het zo snel mogelijk. Ik heb dit ooit geleerd van mijn oom en ik heb het idee dat het nu eindelijk eens een keer van pas komt. Ook al dacht ik op dat moment dat het onzin was. Oké, Tolkan hier, neem dit aan van me. Alsjeblieft. Oké, ik voel me nu al heel wat beter. Meer zelfvertrouwen. Gaan we ervoor? Let's go, man. Ik loop wel vooruit, want ik heb namelijk het zwaard wat ik in zijn kist heb gevonden. Let's go. Oké, geen stress. Dit was er echt nog niet daarvoor, hè? Ik weet 100% zeker dat dit er nog niet was. Waarom zie ik hier allemaal kisten en waarom zit er overal kool in? Kool? Kool en van hout. Van vuur? Oké, laat alles vuur? Maar liggen, man. Ik heb het idee dat als we het pakken, dat we onszelf alleen maar meer in de problemen werken. Oké, laten we gewoon het volgen. I don't know, man. Ik heb zo ongelooflijk veel... Het is jouw idee, hè? Het is jouw idee. Ik weet het, man, maar ik heb momenteel geen ander... Nee. Dit meen je niet. Nee, wacht. Ik kom niet. Nee, maar wacht, kom iets verder, Tolkan, want ik weet wat jij denkt. Ik denk namelijk hetzelfde. Hebben we dit huisje niet eerder gezien in de nachtmerrie die we hadden? In het visioen? Dit kan toch niet echt zijn? Dit kan niet echt zijn, bro. Dit is weer een droom, want dit huisje stond er nog niet. En er staat weer een bordje met... Don't do this. Doe dit niet. Dus oké, we moeten niet gaan. Hij zegt al, we moeten het niet doen. Ik ga het alsnog doen, Tolkan. We moeten erachter komen wie deze motherfucker is en wat hij van ons wil proeven. We zijn niet gewoon voor een vakantie en er zit een guy met een masker achter ons aan. Ja, weet je, deze keer ga ik dan niet te wachten houden. We gaan het samen in. Wacht. Doen. Ik hoor geritsel. Wacht even, ik loop even... Kom hier! Wat was dat voor... Wat was dat? Job! De deur is open gegaan. Gaan we naar... Oké, luister, er is maar één... Luister, ik ga deze keer niet weer in mijn eentje naar binnen, want in mijn nachtmerrie is dat het punt waarop het fout ging. Als we naar binnen gaan, dan ga je met mij mee. Ik wil... Oké, weet je... Nee, weet je het zeker? Nee, we gaan terug, maar kom. Oké. Het is namelijk... Ik wil niet dood, oké? Ik wil niet dood. Is dat wat we moeten doen om te overleven? Luister, het lijkt me sowieso veiliger in deze cabine dan dat we hier op het kamp rondlopen waar we in eerste instantie zagen. Kom gewoon samen, kijk niet achterom en loop gewoon zo ver mogelijk vooruit. Blijf naast me. Oké. Let's just do this. Oké, kom. Wacht. Er zijn weer deuren. Nog twee deuren? Nog twee deuren, man. Ik denk, weet je, Tolkan, dit lijkt mij toch een slim idee. We keren ons om in 3, 2, 1 en we gaan weg. Let's go, we gaan weg, man. Nee! Waarom is dat deur dicht, Tolkan? Nee! Even rust! Shit! Shit! Oké, luister. Ik heb maar één manier. Nee. We moeten deze deur openmaken. Het is een... Klaar, we zitten vast. Luister. Het kan niet erg worden dan dit. We zitten hier in ieder geval veiliger dan op het kamp waar die guy loopt. We gaan deze deur openmaken, ook al weet ik niet wat erachter zit. De vorige keer toen ik de deur openmaakte, stond die guy daar. Oké, gaan we het echt doen? We hebben niet veel keus, anders overleven we het sowieso niet. Oké, 3, 2, 1...